Maar ik vind het wel een hele prettige winkel om te winkelen, dus ik vind het jammer dat het verdwijnt, ja. Ja, want ik kom hier graag. Nee, ik vind het niet jammer, omdat ik hou er niet van binnen te winkelen. Ik wil buiten winkelen. Ik kom niet zo vaak bij Hudson Bay. Vindt u van die winkel dan? Waarom komt u er niet graag? Nou, ik vind het ook wel te duur, ja. Nu heb ik toevallig een paar schoenen gekocht, omdat het 70% korting is, maar anders is het veel te duur. Ja. Allemaal, vind ik wel, ja. Wauw, mooi, hè? Ja. Ja, vind het ook wel leuk. Doe je niet elke dag aan, maar... Nou moeten we nog uitgaan en ja, dat wordt weer een ander verhaal natuurlijk. Wel jammer, want je hebt wel heel veel merken, heel veel spullen heb je zeg maar allemaal gewoon in één. Ik kom er eigenlijk nooit, dus ik vind het niet... Ik vond het jammer dat de V&D toen wegging. Ja, maar ik vind het voornamelijk heel erg vervelend voor de mensen die hier werken. Dat vind ik echt heel sneu. Een woordvoerder van Hudson's Bay laat telefonisch weten dat er nog gesprekken plaatsvinden met aandeelhouders en stakeholders. Tot die zijn afgerond kan het bedrijf niets bevestigen of ontkennen. Het is vakbond CNV die het slechte nieuws vanmiddag bevestigt. Er is ons gevraagd om geheimhouding in acht te nemen. Nou, dat doe je normaal gesproken ook. Alleen op een of andere manier ligt het op straat. En dan maken wij de keuze. Er komt zoveel onzekerheid bij mensen. Die moeten uit het nieuws horen dat hun baan op de tocht staat. Dan vind ik het belangrijk dat wij in ieder geval aangeven dat wij betrokken zijn. En dat wij ons uiterste best zullen doen om er het beste uit te halen. Maar het dakterras is wel leuk. Daar gaan we nu koffie drinken. Dat ga je dan wel missen. Dat gaan we wel missen, ja. Geniet er nog even van. Dankjewel.